Mijn naam is Jan van Dijk en ik ben directeur grote aandeelhouder van de firma. Wat betreft de geschiedenis van de firma, die gaat terug naar 1878. Toen is mijn overgrootvader begonnen met een hoefsmederij. Mijn vader heeft in het begin van zijn carrière ook nog paarden beslagen. En heel af en toe wel eens een staalconstructie voor een schuur in de tuinbouw. Ik vond het wel heel gaaf, dat staalconstructie gedoe. En ik wilde graag bij hem komen werken. Omdat ik erbij kwam, nieuw bloed in de zaak, zijn we gaan investeren. Ja, dat doen we eigenlijk nog steeds. De werkplaats heeft een oppervlakte van 3000 vierkante meter. En we zijn totaal met ongeveer 25 man, dat varieert. En qua omzet, ja, wij zijn niet echt, vind ik, tonnenvreters of zo. Maar normaal gesproken 2000 ton op jaarbasis, denk ik dat een reëel gegeven is. Onze werkzaamheden, dat zijn staalconstructies in de ruimste zin des woords. Bijvoorbeeld IKEA Utrecht. Die vestiging, daar hebben we al het staalwerk gedaan. Een ander aspect waar we ons ook mee bezighouden, dat zijn bruggen. In 2002 zijn we in contact gekomen met een partij en die wisten dat er een werk op de markt was in Ghana, Afrika. En dat was een project van 94 bruggen. We hebben geprobeerd om daar weer aansluiting in te vinden. En dat is dan vorig jaar gelukt met een tender in Kenia voor een tiental bruggen van 50 meter waar we nu dan inmiddels mee aan het produceren zijn. Het zijn allemaal losse onderdeeltjes, losse balken met gaatjes erin. Ja, wat moeten we gaan produceren qua aantallen, welke profielen. We hadden een Voortman Zaagboorstraat en een Voortman Ponsknipstraat. Dus we konden het in principe op de bestaande machines doen. Waren het niet dat de nauwkeurigheid hoger was dan bij Ghana. En ook de hoeveelheid onderdelen en gaten veel meer. Waar we inmiddels aan gewend waren, dat was eind van de middag de machines laden en door laten draaien totdat de dwarstransporten leeg waren, zeg maar. En dat was niet alleen bij de Ponsknipstraat, maar ook bij de Zaagboorstraat. Op die manier kun je dus gewoon zonder extra personeelsinspanningen toch meer omzet genereren. Maar dan moeten die machines wel voldoen aan diverse criteria. Dus dat de kop en de eindsnee, dat die afgevoerd worden automatisch. En dat de producten weer op een andere plek afgevoerd worden. Uiteindelijk hebben we elkaar de hand geschud en opdracht gegeven voor de levering van deze twee nieuwe installaties. Nee, we hebben gekozen voor de Voortman V630 in deze opstelling, zodat wij hem kunnen volladen met producten of handelslengtes. En deze dus uiteindelijk gezaagd boord op het afvoerbaansysteem terechtkomen. Waarbij wij gekozen hebben voor een afvoersysteem met drie secties. Zodat we heel veel kleine onderdelen kwijt kunnen. En dus die machine zo lang mogelijk optimaal benut kan worden. Daar zijn we dus heel blij mee. En het gebeurt ook regelmatig dat hij s'avonds doordraait. En de andere ochtend ligt de afvoerbaan compleet vol met gereed product. Uh,
Hier staan wij voor de V550-6. Deze machine die wordt door ons vooral gebruikt voor het knippen en polsen en boren van koppen, voetplaten en windverbanden. Het voordeel daarvan is dat die in de werkvoorbereiding aangestuurd wordt en alle NC-bestanden op deze machine geplaatst worden. Waardoor ze de operator ze heel makkelijk kan ophalen en produceren. Het andere voordeel van deze machine is dat we een afvoersysteem hebben waardoor we kunnen lossen op 7 verschillende stations. En we dus projectmatig platen kunnen polsen, knippen en afvoeren. Ja, de hele hydrauliek is veel sneller. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de zaagboorstraat, die nu ook met hardmetaal uitgerust is. Ja, dat gaat veel en veel sneller dan het oudere systeem. Uiteindelijk is er bij Voortman een advies gekomen om de hele logistiek om te draaien ten opzichte van hoe die was. Dat bleek toch wel voor ons de ideale oplossing. En we hebben nu meer machines, grotere machines, langere. En toch, qua ruimte is het veel beter. En ook de doorstroming die is veel beter nu. Producten die van de zaagboor afkomen, die komen nu al in de lashal en kunnen gelijk opgepakt worden. Ja, we hebben er gewoon met z'n allen ontzettend goed over nagedacht. En ja, het advies van Voortman was voortreffelijk. Ik moet zeggen dat onze ervaringen met Voortman in de afgelopen 15 jaar bijzonder goed zijn. We hebben in die tussentijd ook met andere merken gewerkt. Maar uiteindelijk had niet alleen bij mij, want ik hoef er dus niet mee te werken, maar ook voornamelijk bij het personeel, Voortman de voorkeur. Ik hoop dat we ons meer kunnen gaan profileren als bruggenfabrikant. En op die manier export. Dat is eigenlijk de kant waar ik het liefste naartoe zou willen. Het is toch een andere tak van sport dan een gewone hal bouwen. Dat is ons target eigenlijk.